Berrel, waarom is het belangrijk voor de Raad om Nieuw-Vennep te bezoeken en om te horen wat hier speelt? Nou, we hebben als Raad al eerder een signaal gegeven dat wij het belangrijk vinden om van inwoners zelf te horen. En we vinden het ook belangrijk om naar ze toe te gaan. Hè? Het is niet altijd zo dat die inwoner naar ons toe moet komen, maar wij moeten ook naar hen toe komen. Daarom hebben wij ook gevraagd aan de werkgroep Werkwijze Raad om daar een voorstel voor te maken. Nou ja, dat is eigenlijk het begin geweest van waarom we hier nu zitten of zijn. En ik ben heel blij dat Nieuw-Vennep het initiatief heeft genomen. Ik hoop ook dat het inspireert voor andere gebieden in onze gemeente. Want volgens mij is iedereen het heel erg over eens dat dit heel waardevol is. We hebben dingen gehoord. Hè. Ik woon zelf in Vijfhuizen. Ik ben wel eens in Nieuw-Vennep geweest. Maar op deze manier heb ik veel beter gevoel bij wat er speelt in Nieuw-Vennep. En welke keuzes we moeten maken als raad. Dus wat mij betreft is het heel waardevol. En ik hoop dat we snel ook in andere delen van de gemeente dit gaan doen. Als ik er iets uit moet halen vandaag, vond ik het ongelooflijk aangrijpend dat ik midden op dat plein schoolkinderen met een paar tekeningen zag. En ik dacht, ja, dat is de generatie die eigenlijk al niet meer snapt, hè, dat elke keer als ze op het schoolplein komen, dat alles vernield is. Hè. En als ik daarnaar zit te kijken, dan denk ik, dan kook je ergens van woede, want dat kan toch niet zomaar doorgaan. Hè. En toen liep ik even een rondje met de wijkagent mee en die zei ik, nou, geef mij nou eens één tool, of een tip als politicus, van wat moet ik hier nou aan doen? Hè. Ja, en dan kom je er gewoon achter dat je... Ja, dat het heel lastig is en dat het eigenlijk een kwestie van een lange adem is. En dat je ook vooral moet proberen de ouders te bereiken van die mensen. He, want de ontwikkelingen in Nieuw-Vennep die gaan traag. Veel te traag, want dat had al lang klaar moeten wezen. Maar als je een procedure in moet, nou ja, dan wil je niet kijken. Wil je niet weten wat er allemaal voor komt kijken. Dus ja, we nemen het mee. Ik denk, nou ja, wat ik al zei, het eindverhaal is dat je al die puzzels in die raadzaal en dan moet je dan de gemeenschappelijke deler uithalen. En dat met 11, 12 partijen is dat best heel ingewikkeld, politiek gezien.